Ah ja, ik vind dat goed. Ik vind alleen, het probleem is dat er dan heel veel notabelen komen en vips en dat er dan misschien niet zoveel plaats is om iedereen van de crew in de zaal te krijgen. Dus moeten we iets verzinnen om dat te compenseren en moeten we een feestje bouwen. Het liefst nog voor de première. Dat de eigenlijke informele première van ons de dag ervoor is of zo, weet ik veel. Maar we zullen wel iets verzinnen. Of, dat we moeten in elk geval een feestje bouwen met de crew. Maar op zich vind ik dat, ja, de twee filmfestivalen die we hebben in Vlaanderen, ik vind ze alle twee echt super. Ik vind, maar ja, Gent is mijn stad en met dat er zoveel muziek in de film zit en dat de aandacht van het Gents Filmfestival zoveel op muziek zit altijd, vind ik het extra waardevol dat we daar mogen openen. En dat is ook zo'n avond dat ik altijd op uitgenodigd ben, meestal via Joke. Joke krijgt dan uit, maar je mag dan een partner meenemen. En wat ik nu weer zelf een van de genodigden ben. En dat is, het is gewoon fijn. Dus je moet niet wijsmaken dat dat niet fijn is, dat is fijn. Ik vind het ook een goede start voor de film. Het nadeel is dan wel dat er 3000 mensen sowieso een gratis ticket krijgen eigenlijk. Maar ik ga dat mensen een beetje moeite moeten doen om naar iets te komen zien. Ik vind dat part of the deal. Ik vind het ook spijtig dat mensen zich niet meer opkleden voor een theaterpremière. Vind ik ook spijtig eigenlijk. Maar ja, ik doe het zelf ook niet. Ik doe het zelfs niet voor een interview. Nee.